Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Avondje NAC. Ja. Zullen we het maar gewoon over het weer gaan hebben? Het is niet... wel jammer trouwens dat we het echte laatste Avondje NAC al gehad hebben natuurlijk. Hè? Ja, precies. We zijn boven afgesloten met... prachtige 1-0 zegen. 1-0 zegen tegen Vitesse. En we hebben daar precies tegenovergestelde gedaan van wat we eigenlijk de ranglijst zouden moeten doen. Van de kleintjes winnen en Vitesse, ja, dat is de nummer 6, 7 van de Eredivisie. Maar er was die avond weinig van te merken. Raar hè, dat gewoon kan. En dan tegen Willem II dat het weer zo, dan is zo matig. En dan Bertrams, hè, oud-keeper van Willem II, die in één keer er even helemaal naast zit. Ja, dus ik denk aan matchfixing. Hè? Maar, ja. Nou, je kan niet geloven dat opzettelijk is natuurlijk. Nee, anders had hij niet in de Eredivisie gespeeld. Nee, dat is gek werk natuurlijk. Nee, daar had zoveel meer in gezeten. Maar je ziet, dat soort wedstrijden, we hadden het al over in de vorige aflevering van Avondje NAC. Dat een kat in het nauw maar raar sprong. We hebben met Rode JC gezien. Waar we eigenlijk op papier zou je denken van die club is er niks toe in staat. Ja. En ze komen bij NAC op bezoek en NAC geeft ze wel als cadeau. Zo zonde. En dan tegen Vitesse pakken wij wel weer de punten. Dat zijn de bonuspunten. Maar ja, ik had liever tegen Roda de punten gepakt. Tegen Roda 2. Want dat is 6-punten-wedstrijd. Hè. Er komt Roda komt dichterbij. En dus moet gewoon de grootste concurrent. En dat is nog maar goed dat ze van Groningen verloren hebben. Dat het verschil nog 4 punten is met hun 3 wedstrijden. Ja. PSV was ingecalculeerd. Ja, dat is niet zo erg. Want daarom is het eerste kwartier nog wel goed gespeeld, Mark. Ja, ik kwam echt zelfs een uurtje nog mogen denken aan misschien pak je nog wel een puntje mee. Dat het nog misschien 2-2 had kunnen worden, maar het sloeg de vermoeidheid toe. En het twee jaar je doelpunt ook nog. Ja, echt zonde. Maar ja, dat is dan niet zo erg. Ja, weet je, ik bedoel, die gasten hebben wel inzet getoond. En dat heb ik vooral tegen Willem II niet gezien. Nee. Tegen Vitesse wel, maar Vitesse was ook wel heel slecht. Hoor. Ja, nee, dan kan je ook zien dat daar van alles groeide. En het was niet voor niks dat Fraser daags daarna werd ontslagen. Die waren gewoon helemaal klaar met elkaar. Hebben wij toch even van geprofiteerd, want er waren 3 hele dure punten die we te pakken hebben gekregen. Toch iets meer lucht gekregen. Maar wat de voorkant van de rat ook al zei, hè, duurde een beetje lang. Ja. Voordat we veilig zijn. We staan weer in het Radverlegstadion voor een nieuwe ronde met het pionnenschieten en het wc-rol gooien. Vorige maand hadden we Nigel Bertrams, deze maand Rijf Luut. Je hebt gezien hoe Bertrams het vorige maand gedaan heeft. Ja. Kan je dat beter doen? Ja, tuurlijk. Ja. Kan je dat beter? Nou, dan sta jij hoor. Dankjewel. Poging 1. Even kijken voor welke gaan we. Ja, welke ga je? Dat is wel goed, hè? Ik neem aan dat het de middelste was. Ja. Ja, Bert was dat ook niet de eerste, dus het is toch moeilijker dan gedacht. Even inkomen, hè? Ben jij als halve spits zo, scherpschutter, moet het toch in poging 2 wel lukken? Oh. Oei. Ja, ik hoorde Bert was ook al klagen, het veld loopt hier af. Ja, dat is waar. Had hij me mogen voor waarschuwen. Ze moeten raken, hè? Oh joh, ik heb nog 2 opties, hè? Nog 2 keer raak. Bertrams gaat in ieder geval niet meer voorbij. Daar baal ik wel van. Ja, dat is toch onderlinge strijd, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, is dat fanatieke strijd bij jullie in de selectie met spellen? Jawel, dat wel. Wie is de fanatiekste van allemaal? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Iedereen wel. Iedereen wil graag winnen. Laatste poging. Oh! Daar gaat het klassement. Ja, man. Maar de eer is nog te redden, hè, de volgende ronde. Ja, de belangrijkste. De gooien, hè, de belangrijkste, hè. Dat hoorde ik al, ja. Gaan we maar voor dat, daar gaan we voor. Ja. Gaan we de volgende ronde, gaan we kijken of meneer wel verder kan gooien met de wc-rol. Ja, ik zit hier met medewerkster van de maand, Ebru, de receptioniste. Hey, Ebru, hoe ben jij eigenlijk bij NAC terechtgekomen? 2 jaar geleden heb ik meegedaan aan het traject Gumbanen.
Dat heet nu Niemand Buitenspel. En dat houdt in dat ik 6 maanden met Bout van Uitkering hier kon werken. Om werkervaring op te doen. Want met mijn diploma's die ik had behaald, kwam ik nergens aan de bak. Omdat ik alleenstaande moeder was. En ik had ervoor gekozen om thuis te zitten met mijn dochter. Maar toen ze naar school ging, toen dacht ik van nee, ik moet weer aan de bak. En ja, zo ben ik bij NAC terechtgekomen. Heb ik 6 maanden hier gewerkt. En na 6 maanden was mijn contract afgelopen. En helaas, omdat ze in de Jupiler League zaten, konden ze mij geen baan aanbieden. Dus toen heb ik wel een baan gekregen meteen een maand later ergens anders. Heb ik daar 6 maanden gewerkt. Totdat ik een telefoontje van Loes kreeg. Zij is van PNO. En ze zei van ja, we zijn gepromoveerd. Dus heb je zin om terug te komen? Ik zei ja, zeker wel. En toen heb ik mijn baan bij die andere opgezegd. En ben ik hier terechtgekomen. En nu heb ik een contract. Ja, want wat was jouw relatie met NAC voordat je hier begon? Helemaal niks. Ik had niks met voetbal. Ik wist niet wat de B-side inhield. Wat vak G was. Ik wist helemaal niks. En nu ben ik gewoon echt een NAC-fan geworden. Jij bent natuurlijk receptioniste bij NAC. Wat zijn jouw taken? Je kan mij ook wel duizendpoot noemen. Want ik doe echt heel veel. Ik doe heel veel voor de afdeling ticketing ook. Dus ticketverkoop, vergaderingen inplannen. De mailbox van ticketing en de infomail, die beheer ik. Telefoontjes inkomend, verbind ik door. Echt eigenlijk van alles. En wat is nou de gekste vraag die je ooit hebt gekregen sinds je hier werkt? Zo, dat zijn er heel veel. We krijgen voor de wedstrijd van Willem II krijgen we allemaal telefoontjes van Willem II supporters. Dat we gaan verliezen en NAC is kak. Allemaal dat soort telefoontjes en ook boze telefoontjes als we hebben verloren. Dat ze betere trainers zijn, dus dat ze dan Stijn. Ik heb ook een keer een telefoontje gehad van iemand die ging huilen dat we hebben verloren. Dus die was helemaal overstuur en die wou een klacht indienen. Want die wou de seizoenkaart opzeggen. Alleen dat kan niet na 2 wedstrijden. Want je neemt een seizoenkaart voor een heel seizoen. Even als laatste vraag ben ik benieuwd. Blijft NAC erin dit jaar of niet? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. We gaan ervoor. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. En dan gaan we nu kijken naar Yannick die klaar staat om wc-rol te gooien met Rijvloed. We zijn weer terug in het Radverlegstadion. Weer met Rijvloed. In de verte zien we een pionnetje staan. Zover heeft Bertrand vorige maand gegooid. Met deze wc-rollen. Gaat jou dat verder lukken? Ja, natuurlijk. En dan zijn we het pionnetje, jongen. Ondanks dat de keeper is. We gaan het zien, jongen. Succes. 2 kansen, 2 wc-rollen. Zo. Ja, kijk. Dat begint al ergens op te lijken, hè? Zie je? Kijk eens aan. De tweede kans om het record nog even iets scherper te zetten voor volgende maand. Ongeveer gelijk, hè? Oké. Zo hebben we in het wc-rolklassement weer een nieuwe leider. Een leider in deze man, Rijvloed. Yes. We gaan volgende maand kijken of Menno Koch het misschien wel kan verbeteren. Maar dat zien we volgende maand. Geniet er maar een maand van. Ja, dankjewel, man. En dank jullie wel. Hey Leon, behoorde ik nou? Hebben jullie gewoon de rode loper uitgelegd voor Willem II? Ja. Ja, we moesten eventjes iets tegen de raad zien. We krijgen elk jaar in Tilburg al zo'n bak ellende over ons heen. En daar in Tilburg lijkt ze niet altijd hebben begrepen hoe je daar met veiligheid omgaat in het algemeen. En ze lopen daar al jaren achter de feiten aan. Kijk, als er iets bij NAC gebeurt, dan wordt bier op het veld gegooid of door van alles ongeregeldheden. Gelijk drie keer omgeroepen in het stadion. Ja, dan wordt er gelijk actie op ondernomen. En bij Willem II, dat gebeurt niks, dan nemen ze dan de boete en de straf en er gebeurt verder niks. En het jaar erop krijg je weer dezelfde ellende over je.
En met NAC willen we een beetje vooraan lopen in de normalisatie. Ik kan wel begrijpen dat heel veel NAC-supporters denken van ja, hoe kan dat nou? Waarom geven ze nou een gratis biertje? Dus die hebben ze van NAC gekregen, een worstenbroodje van NAC gekregen. Ja, wij moeten hun eens even de spiegel voorzetten van kijk, als je zelfs je grootste rivaal over de schaduw heen kan stappen, dan moeten ze dat daar ook eens doen. Ja, weet je, het is eigenlijk ook natuurlijk nooit goed hè, met supporters. Als twee groepen gaan vechten met elkaar is niet goed. Nee. Ja, weet je, dan is dit, vind ik dit nog een prima oplossing. Dat is ook een beetje tactische inzet, ook voor de wedstrijd hoor. Want als je door je grootste rivaal helemaal wordt fijn geknuffeld, dan weet je ook helemaal geen houding te nemen. Ja. Helemaal van je leg af en dan. Dat hadden we er ook mee geprobeerd hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. En ik vond ze redelijk tam in het uitvak, dus ik denk dat er wel een goede uitweg in had. Ja, die biertjes, ja. Was een beetje suffig van. Ik vond ze goed suf overkomen. Ja, nogal. Ja joh, daar heb je leuke dingen gezien. Via ducten weer eronder gespeeld, de poppen langs de snelweg weer nog mooier gemaakt. Ja, prima. Ja, ja. Ja, prima toch dat prima het zo acties, gehad. Ja, niemand de eerste zin geslagen. Nee, geen vuurwerk. Ja, je komt dan positief in het van alle. Dus dat is reclame voor de rivaliteit. Dat vind ik ook. Hey, en dan even, ben ik toch benieuwd hè, wat jij ervan denkt. We hebben nog twee wedstrijden gaan. Heerenveen thuis en Twente nog. Of het is de bedoeling dan om nog maar twee wedstrijden te gaan hebben, hè? Ja, precies. Ja, we weten dat Twente zal, of Heerenveen zal nergens meer om spelen op dat moment. Die bungelen is een beetje halverwege middenmoot. Die kunnen misschien nog play-offs ik weet het niet precies, maar... Die hangen er boven tussenin, die zal niet op scherps van de snede presteren. NAC kan het tegen middenmotors beter afleggen als tegen de concurrenten onderin. Dus ik vermoed dat we daar een goede kans maken, zeker in de thuiswedstrijd. Ja. En Twente, ja, hopelijk is het voor Twente klaar. Is het dan al voltrokken en zit er voor Twente niet al te veel druk meer op. En puur een formaliteitje, mag je hopen van NAC. Want ik geloof dat als Twente moet winnen om de nummer 7 plek te halen, dan gaan wij daar echt niet in redden. Hoor. Wij kunnen dat soort wedstrijden niet winnen. Heb je gezien tegen Sparta, Roda, Willem II. Twente thuis ook. Twente thuis hebben we het ook niet, hebben we zelfs verloren. Ja. Dat soort wedstrijden kunnen wij blijkbaar dus niet spelen. Die gaan we gewoon verliezen. Wow. Dus ik hoop dat het tegen Sparta en Heerenveen, dat we daar de puntjes hebben gepakt. En dat het tegen Twente niet meer hoeft. Zullen we een proost op de... Dat we hierna nog maar één avondje NAC hebben in plaats van twee. Laten we hopen dat Twente de laatste wedstrijd is. Proost. Proost. Breda nu. Je weet het meteen.